Yo, ga je mee naar Italië? Ik ben Roos en het is tijd voor een nieuw avontuur. Doe maar met me mee. Begin maar met jezelf een high five te geven. Precies voor je hart. Vandaag gaan we samen op zoek naar het lekkerste ijsje uit Italië. Als je het ijsje ziet, dan roep je ijs. Ik hoor jullie niet hoor. Ijs. Heel goed, daar gaan we. Wow. Wauw, kijk. We zijn in Italië. En we hebben een belangrijke missie vandaag. We gaan samen op zoek naar het allerlekkerste ijsje uit Italië. Oh, ik hou van ijs. Zin in. Wat is het hier druk, zeg. Waar zijn we? Zet je benen wijd. Zet je tenen naar de buitenkant. Buig door je knie. Je armen gaan naar de zijkant. Laten we rondkijken. Zien jullie al iets? Misschien aan de andere kant. Je armen naar de zijkant. Buig door je andere knie. Oh, ja, kijk. Het is de toren van Pisa. Laten we met grote stappen daar naartoe lopen. We zijn er bijna. Oh, kijk. De toren van Pisa. Zo'n scheve toren heb ik nog nooit gezien. Wij doen ook de scheve toren. Breng je armen in de lucht. Plak je handen tegen elkaar. Daar gaan we. Wow. Andere kant op. Goed hoor. Doen we nog een keer. En de laatste. Zullen we nu met de toren op de foto? Oké. Laten we het aan iemand vragen. Oh. Buongiorno! Dat betekent goedemorgen in het Italiaans. Laten we het samen nog een keer proberen. Buongiorno! Wil jij misschien van ons een foto maken? Oké, daar gaan we. Kom maar staan. Doen we net alsof we de toren terugduwen. 1, 2, 3. Gelukt! Laten we er nog één maken. Zet je handen maar terug. Duw hem terug, hè. 1, 2, 3. Gelukt. Goed gedaan, hoor. Hé, de toren van Pisa. Dat klinkt een beetje als... pizza. Wat zeggen jullie? Ik hoor jullie niet, hoor. Pizza. Oh, yummy. Dat is lekker. Weet jij dat ze in Italië ook heel veel pizza's eten? Dan hebben ze vast ook hele lekkere ijsjes. Zet je koksmuts maar vast op. Zo, daar gaan we. Spring maar met me mee. 1, 2, 3. Oh, hier kunnen we wel een pizza maken. Kom zitten met je benen voor je. Eerst gaan we deeg natuurlijk heel goed kneden. Doe maar mee. Goed zo. En nu is het tijd om het deeg te rollen. Pak je roller er maar bij. We maken er een platte pizzabodem van. Zo. Nu is het tijd om de pizza neer te leggen. Spreid je benen. Wow, we hebben een hele grote pizza. En nu gaan we hem natuurlijk beleggen. En wat doen we erop? Tomatensaus. Wrijven maar. Zo, heel veel tomatensaus. Goed zo. En nu gaan we hem natuurlijk versieren. En we doen er salami op. Daar eentje. Oh. Lekker veel salami. En natuurlijk kaas. Breng je armen naar voren. Strooi je maar. Heel veel kaas. Lekker. Zo.
Nu is de pizza klaar. Hij moet alleen nog de oven in. Wrijf je handen maar helemaal warm. Leg ze maar op je ogen. Even wachten. Pizza! Maar voordat we kunnen eten, moeten we natuurlijk eerst nog heel goed blazen. Adem maar in door je neus. Doen we nog twee keer. Proef hem maar. Lekker. Hoe smaakt jouw pizza? Lekker, hè? Zo, kom maar op je knieën zitten. Het is namelijk tijd voor het toetje. En wat zeggen we dan? IJs! Heel goed! Laten we het aan de pizzabakker vragen. Meneer de pizzabakker, heb jij toevallig ook het allerlekkerste ijsje uit Italië? Oh nee. Al het ijs is op. Dan moeten we snel door. Rol maar mee! We zijn in Venetië! Wauw, wat een mooie stad zeg! Ze hebben hier vast ook heel veel ijsjes. We stappen eerst de gondel in. Een gondel is een hele smalle boot. De gondelier gaat ons varen. Hij weet vast wel waar de lekkere ijsjes zijn. Buig door je knieën, breng je arm in de lucht. Buongiorno! Daar gaan we! Wow, we zijn aan het varen. Zullen we iets sneller? Goed hoor. Nu buig je door je knieën. Je komt zitten op je billen. Breng je benen in de lucht. We zwaaien naar alle mensen langs de kant. Buongiorno. Buongiorno. Hey, kijk. Een ijsje. Dan gaan we de goede kant op. Zet je benen maar terug op de mat. Dan draaien we. We komen namelijk bij een hele grote brug. Kom op je rug liggen. Zet je voeten op de mat, breng je billen in de lucht. Jij bent een brug. En omlaag. Oh jee, nog een brug. Komt-ie. Goed hoor. En breng je billen maar weer omlaag. Wij moeten natuurlijk bukken voor die hoge brug. Maak je maar heel klein. Oeh, ja. De gondelier zegt dat we er bijna zijn. Breng je handen maar onder je knieën, dan rollen we tot we staan. Komt-ie! Oh. Hey, kijk! Ik zie een ijsjeswinkel! Oh, lekker, laten we een ijsje gaan maken. Pak je ijslepel er maar bij. Ik wil graag een bolletje chocolade. En een bolletje citroen. En een bolletje aardbei. Doe maar 10 bolletjes alsjeblieft. Wow. Dat wordt een heel groot ijsje. En nog eentje. 10. Klaar. Tijd om te proeven. Wow. Ja. Dit is het lekkerste ijsje uit Italië. Wat roepen we dan? IJs! Inderdaad! Yes! Missie gelukt! Kijk uit hoor, je ijsje staat bijna net zo scheef als de toren van Pisa. Weten we hem nog? Zo, genoeg gegeten vind je niet? Ik zit helemaal vol. Laten we gaan uitrusten. Kom maar liggen. Sluit je ogen en leg je handen maar op je buik. Wat hebben we veel gegeten vandaag. En wat was het een toffe dag zeg in Italië. Weet je nog dat we op de foto zijn geweest met die scheve toren? Dat we een pizza hebben gebakken met heel veel kaas? Dat we gondel hebben gevaren? En natuurlijk een ijsje hebben gegeten. Wat vond jij nou het allerleukste om te doen vandaag? Ik het pizza bakken. Open maar weer langzaam je ogen. Beweeg je vingers en je tenen.
naar je borst. Maak je een heel klein bolletje van jezelf. En kom maar weer langzaam zitten. Goed gedaan hoor, pizzabakkers. Dit was alweer het einde van ons avontuur in Italië. En we sluiten natuurlijk altijd af met een high five voor jezelf. Tot de volgende keer. Doei!